Op één presentator Paul de Leeuw heeft afgelopen week behoorlijk wat kritiek ontvangen. Na een uitspraak over de mentaliteit van Aziaten, bood Paul afgelopen vrijdagavond zijn excuses aan tijdens de uitzending van Op 1. Deze schoot bij veel twitteraars in het verkeerde keelgat. Tekst gaat verder onder advertentie mentaliteit Aziaten en, week geleden zei Paul in de uitzending van Op 1 dat Aziaten, gelijk doen wat de baas zegt. Volgens Paul komt deze werkhouding mede door hun mentaliteit. Nadat Paul over deze opmerking bakken kritiek ontving, bood hij afgelopen vrijdagavond zijn excuses aan. Het is nooit mijn bedoeling geweest, maar met deze opmerking heb ik er wel voor gezorgd dat ik ze over een kam heb geschoren. Dat spijt me. Hiervoor bied ik dan ook mijn excuses aan. We zeggen wel eens van fouten leer je, dus ik hoop dat ik hier ook echt van geleerd heb. Nogmaals mijn excuses, maar het is gebeurd. Twitteraars Bos. Veel twitteraars nemen geen genoegen met de excuses. Al eerder ontving Paul veel kritiek op zijn manier van presenteren. Enkele twitteraars omschreven hem toen als ramp. Lees hier het hele verhaal en de kritiek. Let's blokkade.